Voor het eerst in de geschiedenis wordt er een wereldtuinbouwtentoonstelling georganiseerd buiten de Randstad. Op het grondgebied van Venlo, nabij de plek waar de A73 en de A67 elkaar kruisen, het knooppunt Zaanderheide, ligt het Floriadepark. Daar zal van 5 april tot 31 oktober 2012 de 6e Floriade plaatsvinden. Het park is 66 hectare groot, waarvan 40 hectare is ingericht als tentoonstellingsterrein. Het is opgedeeld in 5 velden die ieder hun eigen thema hebben. Venlo zal de Innovatoren en het Villa Flora gebouw behouden. Deze gebouwen zullen later in permanente functie hebben op het toekomstige Venlo Green Park. De entree wordt gevormd door de 70 meter hoge Innovatoren. Deze toren is al van veraf te zien. In dit gebouw is niet alleen de toegang geïntegreerd, maar ook het paviljoen van de provincie Limburg. Het ontwerp is van de voormalige Rijksbouwmeester Jo Koenen. De Doom is het gezamenlijk paviljoen van de Nederlandse tuinbouworganisaties. Hier beleef je in een tijdsbestek van 3 minuten en in 360 graden projectie de rijkdom van de Nederlandse tuinbouw. Van jong tot oud zal de tuinbouw een rol in ons leven blijven spelen. Een kas van 1700 vierkante meter met een vegetatie van tropische planten. Planten onder andere afkomstig van Thailand, Kenia en Mexico. Het ontwerp komt van Center Parks, die deze planten na de tentoonstelling zal hergebruiken in een nieuwe omgeving. Het Huis van de Smaak. Hier presenteert de groente-, fruit- en champignonsector zijn producten in al zijn geuren en kleuren, maar vooral de smaken. Al je zintuigen worden hier aangesproken, met name de reuk en het oog.
smaak kun je er testen aan de kunsten van de koks. Green World, paviljoen van de Nederlandse overheid. Nederland laat zien dat het koploper is in innoveren. Er zijn 4 thema's. My Green Life, van verspilling naar slimmer gebruik. Hoe kunnen we verduurzamen? My Green Lab, nieuwe technieken, onder andere de algenkweek en kweek van planten onder ledlicht. My Green Gate, logistiek en duurzaam transport. En My Green City, haal de tuin in de straat, ook bij je in huis. De draak is het teken van de Chinese keizer. Het staat voor geluk en verandering. Symbool voor kracht en gezondheid. De adem van de draak verbrandt alle afval in ons dieper zelfbewustzijn. Hij zet negatieve energie om in de genezende energie. De kabelbaan op het Floriade-terrein is de langste en hoogste van Nederland. Hij is 1100 meter lang en 35 meter hoog. Er zijn 42 gondels waar 8 personen in kunnen plaatsnemen. Lang zweef je over het Floriade-terrein en heb je een fenomenaal uitzicht over de diverse themaparken. Na deze expo zal de baan worden afgebroken en verhuizen naar de Silvretta Montafon in Oostenrijk. Nee, maar ga er wel uit. Amfitheater is een theaterheuvel in de vorm van een amfitheater. Het ligt aan de oever van een waterpartij. De zitplaatsen zijn verdeeld op een 9 meter hoge tribune waar circa 1500 mensen kunnen plaatsnemen. Dagelijks worden er uitvoeringen gegeven door Limburgse, Nederlandse of internationale artiesten, orkesten, acrobatiek of beeldende kunst. Indonesië. Kenmerkend zijn de traditionele gebouwen, onder andere de Balinese torens, maar ook de waterpartijen. De Borobudur is er nagebouwd. Deze tempel is een boeddhistisch heiligdom op het eiland Java
Het is opgebouwd uit 9 etages, waarvan de onderste 6 in een vierkante en de bovenste 3 in een ronde vorm. De Rabo Earthwalk. In de Rabo Earthwalk wordt de film geprojecteerd onder je voeten. Het is net alsof je de wereld vanuit de ruimte bekijkt. Je moet geen hoogtevrees hebben. Het is gebouwd in de vorm van een halve wereldbol. Je kunt nog op het dak, waardoor je een prachtig uitzicht hebt over het terrein. Villa Flora, een imposant glazen gebouw, zal ook na deze wereldtentoonstelling blijven staan. Het zal deel uit gaan maken van Venlo Green Park. Het gebouw is 30 meter hoog en heeft een moderne en aparte uitstraling. Hier worden de binnententoonstelling met wisselende bloemen- en plantenarrangementen gehouden. Het is voorzien van alle gangbare milieutechnieken en is daardoor het voorbeeld van duurzaamheid. De duurzame tuin is een tuin van tv-tuinman Lodewijk Hoekstra. Samen met Nico Wissing bedacht hij een tuin van de toekomst. Groente kweken op het dak, de elektrische auto opladen in je carport en dat op zonne-energie. Kortom, een nieuwe kijk op je tuin en het gebruik van duurzame materialen.
zijn op de vloerjaarden meer dan 1 miljoen bollen geplant. Dit is aan de uitstraling van het park te zien. Een aantal soorten waren jammer genoeg al aan het uitbloeien. Voor de hoogbloeien waren we eigenlijk al te laat in de tijd. Terwijl we terugwandelen, realiseren wij ons dat we maar een klein gedeelte van het park gezien hebben. Een reden om de komende zomer nog een keer terug te komen. De vaste planten en de zomerbloeiers zullen dan volop hun bloemenpracht laten zien. We wandelen terug naar de parkeerplaats bij de uitgang. Daar zal een shuttlebus ons in no time terugbrengen naar de enorme parkeerplaats.